Mijn naam is Tom van Beek en samen met mijn compagnon Pieter Delacour vormen wij Delacour van Beek. Een architectenbureau wat gespecialiseerd is in architectuur en buitenruimte. Toen we 5 jaar geleden ons bureau startten, toen tekende Pieter in AutoCAD en ik tekende al in Vectorworks, maar we wilden natuurlijk wel zo snel mogelijk schakelen naar 1 programma. Toen hebben we 1/2 jaar even gekeken wat de verschillende softwarepakketten aan mogelijkheden boden. En daaruit bleek dat Vectorworks wel heel goed paste bij ons als bureau. De programmatuur Vectorworks was voor ons als Krinkels zijnde nieuw. Toen het eerste ontwerp binnenkwam bij ons, Kop van Van Gogh, die projecteerden we in ons eigen technisch ontwerp. En ik kan me nog goed de eerste reactie van onze engineer herinneren, waarbij die zei van, goh, het kan niet waar zijn, het lijkt wel alsof ze allemaal aparte blokjes hebben getekend. Waar ik dan automatisch het antwoord kon geven van, nou, ik heb begrepen dat eigenlijk het aanpassen van het ontwerp heel snel gaat. Dus dat kan niet waar wezen. De markt is een hele mooie vierkante ruimte, midden in het dorp. Aan de ene kant ligt het stadhuis en aan de andere kant het Vincent van Gogh huis. Het huis waar Van Gogh daadwerkelijk geboren is. En zo kwamen we eigenlijk op het idee om op die bijzondere plek het portret van Van Gogh in die bestrating te maken. Het mooie van de markt in Zundert is dat het een ruimte is van gevel tot gevel. Dus we wilden het portret ook niet echt inkaderen, maar eigenlijk ook echt zo maken dat de bestrating echt door zou lopen. En dat betekende dat het portret in een keperverband ligt. Dus ieder steentje ligt net haaks op elkaar. Dat maakte het nog best wel een puzzel van, ja, hoe kun je nu eigenlijk zo'n foto dan vertalen in zo'n keperverband. En dat is precies het moment waar Marionette om de hoek kwam kijken. Je kunt daar verschillende parameters invoeren. Dan krijg je een soort visual script die die parameters vertaalt naar nieuwe data. In ons geval hadden wij de foto met het Van Gogh portret. Hadden wij het specifieke klinkerverband in een bepaalde maatvoering. En hadden wij 4 verschillende kleuren steen. Het script zorgt ervoor dat die foto vertaald wordt in de kleuren steen in het juiste legverband. Die meteen door de aannemer 1 op 1 uit te voeren is. Voor wat betreft de technische uitvoering van de Kop van Van Gogh hebben wij ervoor gekozen om de silhouet te laten printen op een papierrol. Eigenlijk kun je het vergelijken met een soort behangrol waarin het motief van Van Gogh geprojecteerd is. Nou, de projectie is net zoals bij Ravensburg van vroeger, een schakering van eentjes, tweetjes, 3 of 4. Waarin de man naar buiten, op het moment dat we zo'n rol uitrollen, feitelijk niets anders hoeven te doen als zijn de nummertje, de betreffende steen pakken. Want elke pallet heeft zijn eigen nummer, om de opbouw van het portret zo te realiseren. Het fijne aan Vectorworks is dat die marionettenfunctie eigenlijk een aanvulling is aan het hele range wat Vectorworks al in zich heeft. Dus het is niet dat we nog een apart programma nodig hebben om die bewerking te kunnen doen. Omdat Vectorworks in een hele visuele manier de notes aanbiedt. Het zijn allemaal hele duidelijke blokjes die je met elkaar verbindt. En zo maak je je scripting op een hele visuele manier zonder dat je zelf echt kennis hebt van scripting of programmeren. Thank you.